Eeuwig Begin, filosofie voor beginners. Vandaag spreken we met Arnold Ziegelaar. Het is 10 april 2020. De wereld zucht onder de coronapandemie, maar soms gaat onze aandacht naar andere zaken. Arnold Ziegelaar houdt van filosofie. Fantastisch! Op dit moment werkt hij aan zijn proefschrift over de vraag: waarom is er iets en niet veel er niets? We praten over zijn boek Aardse Mystiek. Aardse Mystiek gaat over de gewaarwording van het bestaansmysterie. Dit wordt zichtbaar door de verwondering over het concrete. We zullen het hebben over het verschil tussen aardse mystiek en gewone mystiek. En dan zijn er drie begrippen die Arnold gebruikt om het thema aardse mystiek uit te werken. De eenzaamheid, in combinatie met het oorspronkelijke, het voorval en de innigheid. En tenslotte spreken we over de ethiek van de aardse mystiek en het nu. Welkom Arnold bij Eeuwig Begin. We gaan het hebben over aardse mystiek, een boek van jou. In het boek beschrijft Arnold Ziegelaar wat hij noemt een levensfilosofie. Mm-hmm. Een praktisch ingestelde filosofie die probeert na te denken over de vraag wat de mens kan doen en hoe hij dat moet doen om zijn bestemming te bereiken. Een filosofie die sterk verwant is aan de filosofie van de levenskunst, maar tegelijk meer omvattend is. Waar levenskunstfilosofie vooral praktisch is, behelst Ziegelaars levensfilosofie een metafysica, een antropologie en een ethiek of deugdenleer. Het komt allemaal te sprake in het rijke boek dat echt behoort tot de beste filosofieboeken van het jaar. Kijk, dat is een goede taal. Precies. Nou, ben je het tot zover mee eens? Ja hoor. Wat ik mooi vond aan het boek, ik ben het vaak niet met je eens natuurlijk, maar in dit boek, toen ik dit boek las, was ik met bijna alles wel eens volgens mij. Ja. En wat ik er vooral mooi aan vond, was de integratie van allerlei aspecten. Dat dingen bij elkaar komen. Zoals ethiek, esthetiek, metafysica. Waren er nog meer aspecten die ik zo snel... Nou ja, esthetiek, daar gaat het eigenlijk nog niet eens zo over. Ik heb nu een manuscript liggen wat wel over esthetiek gaat. Althans wat de verbinding legt tussen aardse mystiek en kunst. Met name poëzie en schilderkunst. Maar goed, dat boek dat moet nog uitgegeven worden. Maar dat is eigenlijk ook een soort voortzetting van aardse mystiek. Een vervolg. Maar wat was je vraag eigenlijk? Nou, dat viel mij op dat het zo aantrekkelijk was in het boek. Dat je al die aspecten aan elkaar bindt. Dus als ik even voorlees. Levensfilosofie is betrokken op het leven in al zijn aspecten. Zoals liefde, schoonheid, verantwoordelijkheid, geluk, eindigheid, het tragische, etc. Ja. Het morele speelt daar een belangrijke rol in, denk ik. Daar kom je ook een paar keer op terug. Wat ik ook goed vond. Maar ik vond het boeiende boek juist dat al die dingen samenkomen en dat die vervlochten worden. Uiteindelijk kom je op drie termen van jezelf, waarmee je alles aan elkaar probeert te knopen. Dat zijn de innigheid, het voorval en de derde is eenzaamheid. Ja. Die drie noties die gebruik ik eigenlijk om dat eigen begrip van die aardse mystiek als het ware te ontwikkelen. En dus het zijn een soort invalshoeken zou je kunnen zeggen. En daar zitten natuurlijk wel ook die voorafgaande dingen in. Maar bijvoorbeeld in die noties van eenzaamheid, voorval en innigheid, daar zit niet heel erg duidelijk het ethische of het esthetische in of zo. Maar het hoort er wel bij. Maar ik probeer met die drie ervaringen, of met die drie begrippen, probeer ik eigenlijk een soort van... ik probeer als het ware de aardse mystiek, wat ik daaronder versta, probeer ik te verhelderen of te verdiepen, zou ik maar zeggen. Ja. Oké, zullen we dan eerst wel even over de titel praten? Ik lees even een stukje voor uit je boek. Het hoofdstuk heet Het Futiele Denken. Het Futiele Denken, namelijk over het futilisme, zoals je het zelf noemt. Ja. Aardse mystiek is geen panacee, geen mythisch geneesmiddel voor de existentiële problematiek van de mens. Zij plaatst ons in de verwondering van het bestaans- en zijnsmysterie. Ja. Deze zijn zwijgend van aard. Ze hebben ons niets mee te delen over onze uiteindelijke bestemming. Nee. In deze verwondering blijven wij, voor zover wij weten, geplaatst in de eindigheid van de levenstijd. Mm-hmm. Nou, er zijn nog veel meer boeiende dingen.
Maar ik wil het woord mystiek even duiden. In tegenstelling tot wat we normaal onder verstaan wordt, denk ik. Ja, nou ja, mystiek is natuurlijk een term die heel veel verschillende ladingen dekt of betekenissen heeft. Maar ik zet het vooral af, denk ik, hoewel ik dat niet heel expliciet doe in het boek, maar dat zou ik wel kunnen doen. Maar goed, dat zou dan te ver voeren op dat moment. Ik zet het vooral af tegen de christelijke mystiek. Dat wil zeggen de mystiek die zeg maar hoort bij de christelijke traditie. En dat zijn dus vooral de middeleeuwen zijn daar natuurlijk belangrijk. Hè? Meester Eckhart en Rusbroek en Johannes van het Kruis enzovoort. Hè? Dat zijn de beroemde christelijke mystici. En ik denk dat waar ik trouwens ook bewondering voor heb, in die zin dat ik ze ook wel lees en ook interessant vind. Maar je zou kunnen zeggen dat bij die christelijke mystici is het zo dat ja, dat zijn ook ervaringen die beschreven worden. Het zijn beschrijvingen van ervaringen. Maar die beschrijvingen die zijn als het ware gevat in een bepaalde metafysische vooronderstellingen. En ja, die metafysische vooronderstellingen zijn dan natuurlijk dat er een God bestaat en dat de menselijke ziel geschapen is door God. En dat de menselijke ziel ook een connectie kan leggen met God. En dat de mystieke ervaring geïnterpreteerd moet worden als een zekere mate van eenheid van de menselijke ziel met God. Die veronderstelling die deel ik niet, of die laat ik vallen, misschien beter gezegd. En mijn vorm van mystiek gaat het dus niet zozeer om God, maar gaat het meer om de wereld of het universum of de kosmos of het bestaan, of voor mijn part. Hè. Dus, ja. Zelf maak je ergens onderscheid tussen transcendente mystiek en immanente. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Hè. Dus de christelijke mystiek is transcendent in de zin dat het verwijst naar God. En dat wil zeggen een entiteit die buiten ruimte en tijd en boven de wereld staat. Want anders in de christelijke traditie is dat zo over het algemeen. Terwijl ik daar niks van af weet, om het zo maar te zeggen. Dus het is niet zo dat ik expliciet atheïstisch ben. Hè. Dat wordt vaak gezegd. Dat was ook in die recensie trouwens van Smeders, geloof ik. Hij deelt mij in bij het religieus atheïsme. En ik vind dat niet een helemaal juiste term. In die zin dat ik... Het gaat mij niet zozeer om het atheïsme of zo. Het gaat mij meer om het feit dat ik... mystiek wil bedrijven zonder het woord God te gebruiken, om het zo maar te zeggen. Ja, maar hij zei ook dat juist zo mooi is van het boek, dat je het in het midden laat. Dat het gelezen kan worden door christenen en door atheïsten. Ja, en dat is ook overstijgt dat is ook, die God of die tegenstelling. Dat is ook bewust zo, want het gaat mij niet om... Ik ben in een bepaalde zin wel atheïst, maar in dat boek gaat het mij niet om het bewijzen van het atheïsme of iets dergelijks. Of het prediken van het atheïsme. Dat vind ik eigenlijk niet zo interessant. Ja. Want het is ook weer, dan ken je ook weer zo'n tegenstelling enzovoort. Het is gewoon een metafysisch, je zou het kunnen zeggen, theïsme en atheïsme, dat zijn een soort metafysische vooronderstellingen. En ik opereer vanuit de vooronderstelling dat er geen God is. Maar daarmee zeg ik niet per se dat ik heb dat er een soort bewijs is voor het niet bestaan van God. Nee. Want eigenlijk probeer je ook metafysische claims te vermijden. Je probeert geen waarheden te stellen die wetenschappelijk onderbouwd zouden kunnen worden of iets dergelijks? Nee, dat geloof ik niet. Althans, niet in dat boek in ieder geval. Hè. Dus ik probeer als het ware bij de immanente ervaring, of bij de ervaring te blijven. Hè. Dus inderdaad, die noties die je net noemde, eenzaamheid, innigheid, voorval, dat zijn noties die puur betrekking hebben op ervaringen. Ook voor een deel op eigen ervaringen. Aan de andere kant zeg je wel, of ga je wel steeds uit van de eindigheid van de mens. Ik zelf ook, in de zin dat we sterfelijk zijn, dat die sterfelijkheid een belangrijk aspect is. Die ook ons helpt de diepte van ons bestaan te ervaren. Ja, zeker, ja. Maar dat is, de mensen die daarin geloven dat er wel een leven na de dood is, is natuurlijk steeds kleiner. Hoewel. Oh, dat weet ik niet. Nee, er is ook een heel groot aantal christenen in Amerika en ja, maar er zijn ook mensen moslims, die niet christelijk zijn die erin geloven. Dus reïncarnatie en al dat soort dingen. Dus, Is dit boek dan niet relevant voor mensen die daarin geloven? Nou, volgens mij staat het er los van. Hè? Dus ik doe daar ook in feite geen uitspraken over. Ik zeg niet dat er niks is na de dood. Ik zeg alleen, ik ga er niet van uit. Hè. Ik probeer als het ware een mystiek te bedrijven zonder een vooronderstelling op dat terrein. He, dus je zou kunnen zeggen, ik probeer een levensbeschouwing te ontwikkelen die aanname niet gebruikt of niet nodig heeft misschien zelfs. He, maar je kan ook zeggen,
maar die eindigheid die speelt natuurlijk wel een rol in die zin dat ik daar een besef van heb. En ik zie mensen om mij heen doodgaan en ik weet dat ik zelf ook een keer ga. Dus dat is wel een relevant gegeven, zal ik maar zeggen. Dus daar heb ik ook wel reflectie op, inderdaad. Ja. Oké. Nou, laten we kijken hoe die immanente mystiek zich realiseert in die drie termen van je. Innigheid, voorval en eenzaamheid. In het boek komt eenzaamheid als eerste voor. Ja. En dan bedoel je niet zomaar dat mensen zich verloren in een hoekje voelen? Nee, ik maak eigenlijk onderscheid tussen twee betekenissen van het woord eenzaamheid. Dus de eenzaamheid in de zin van een gebrek. Dat wil zeggen gebrek aan sociale, betekenisvolle sociale relaties. Dat noem ik dan verlatenheid. En eenzaamheid in de betekenis van een individueel leven zijn, zal ik maar zeggen. Dus een soort een eenzaamheid die als het ware gegeven is met je bestaan. Die kan je ook niet opheffen of iets. Hè? Ik bedoel, verlatenheid of sociale eenzaamheid kan je wel opheffen door vriendschappen aan te gaan en weet ik het allemaal. Maar die existentiële eenzaamheid die is gewoon gegeven met jouw individualiteit als het ware. Ja. En daar, dus, over de laatste heb ik het vooral. Ja maar dus niet steeds op de voorgrond. Want hij komt pas op bepaalde momenten. Als je bijvoorbeeld in een gezelschap bent en je zegt van wat zijn die mensen eigenlijk voor lawaai aan het maken? Wat zijn ze allemaal vrolijk aan het doen? Ineens komt dan zo'n besef van eenzaamheid. Ja. Dus dit is een soort vervreemding ook. Dat is inderdaad een soort persoonlijke ervaring die ik trouwens nu niet meer zo vaak heb, maar die ik vooral had in mijn jongere jaren. Waarbij ik inderdaad in werksituaties of wat voor situaties dan ook. Meestal in werksituaties of dat je bent met mensen waar je niet zelf voor gekozen hebt, zou ik maar zeggen. Dat je dan inderdaad een soort breuk kan ervaren opeens. Dat je opeens een soort vervreemding voelt en dat je dus je als het ware helemaal op jezelf voelt teruggeworpen of zoiets. Hè. Dan ga je dus verlaten voelen in de zin van dat je. Dan voel je als het ware geen relatie met die mensen. Die was er al niet, denk ik, maar dat wordt dan heel expliciet. Dat je daar eigenlijk geen relatie mee hebt. En dan krijg je ook de behoefte om alleen te zijn. Paradoxaal genoeg, want dan is als het ware het verkeren in gezelschap van mensen met wie je geen relatie voelt, is eigenlijk erger dan alleen zijn, zeg maar. Ja. Maar is het ook een soort breuk dan met de normale gang van zaken waar je als het ware normaal gesproken in opgaat? We gaan natuurlijk in heel veel dingen op die we dagelijks doen. Ja. En soms wordt dat gestuit. Soms is daar ineens een breuk dat je iets geks meemaakt. En dat je uit je normale doen geworpen wordt. Moet ik je ook aan denken? Ja, inderdaad. Ik denk inderdaad dat. Maar kijk, misschien heeft het ook. Dat is ook voor een deel natuurlijk een persoonlijke zaak. Want dat geldt natuurlijk. Voor mij geldt in ieder geval dat ik vrij veel tijd nodig heb om alleen te zijn. Dat wil zeggen, ik hou het in sociaal opzicht wel een tijdje vol. Maar zeker niet te lang. Hangt ook een beetje van het gezelschap af, natuurlijk. Maar. Dus het is ook een soort, die breuk moet ik als het ware, heb ik ook nodig op een of andere manier. Dus ik moet die breuk met het sociale kunnen maken ofzo. Ja. Ik heb een soort behoefte aan die eenzaamheid. En die behoefte aan die eenzaamheid, dat is dus niet een behoefte aan verlatenheid, maar dat is dus een behoefte aan die existentiële eenzaamheid. Dat wil zeggen, een behoefte om weer een soort relatie met mezelf en ook eventueel met het niet-menselijke te voelen. Hè? Dus dat wil zeggen met de hemel en met de aarde en met de tijd en met de ruimte en dat soort dingen. He, want ik vind vaak dat in het sociale die relatie met dat, ik noem het maar even het omvattende, hoe je dat omvattende dus niet transcendent moet opvatten, maar het omvattende in de zin van de dingen en de ruimte en de tijd en jezelf als bewustzijn enzovoort, dat in het sociale als het ware niet aan bod kan komen. He, Dus daarom heb ik ook behoefte om dat af en toe gewoon wel te ervaren. En dan moet ik dus inderdaad me uit het sociale terugtrekken. Ja. Existentiële eenzaamheid manifesteert zich als een zijnsbesef. Een besef omtrent mijn bestaan. Dit besef is het mysterie van de individualiteit. Ja. En daarmee bedoel je ook dat jij bent en niet iemand anders. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Dat, ja. Dat vind je raar. Ja, ik weet dat we daar een meningsverschil over hebben, maar ik heb dat altijd vreemd gevonden, ja. Dat ik,
dat er dus inderdaad vele miljarden mensen zijn geboren. Dat ik daar eentje van ben en niet een ander. En dat ik er überhaupt eentje van ben. En ja, ja dat, dat ik inderdaad een individualiteit heb die als het ware... die mij doet verschillen van al het andere, zou ik maar zeggen. Dus, ja. Dat, maar letterlijk gezien geldt het ook voor elke steen. Die is ook uniek. In de zin dat het niet een andere steen is. Maar hier zie je iets anders, denk ik. Ja, ja, een steen heeft daar geen besef van, denk ik. Hm. En ik wel, dus... Dus dat is een verschil tussen de steen en mij. Ja. Maar het mystieke aspect hiervan is dat je daarover verbaast. Dat je niet snapt eigenlijk hoe dat zou kunnen zijn. Ja, je snapt ook niet hoe het anders zou kunnen zijn waarschijnlijk. Nou ja, ik had er ook helemaal niet kunnen zijn. Hè? Dus dat al die geboorten die plaatsvinden... Kijk, al die geboorten in de wereld die plaatsvinden, dat ben ik niet. Hè? Alleen die ene geboorte in 1962, 17 september in Leiden, dat was ik wel. Hè? Maar ja, waarom is die ene geboorte een uitzondering? Hè? Dat is eigenlijk een vreemde, dat is eigenlijk de kwestie. Ja. Want ja, die ene geboorte in Leiden, 17 september 1962, had ook inderdaad gewoon had ook gewoon kunnen gebeuren. Net als al die andere geboorten. Maar dat ik die geboorte niet was geweest, dat had ook gekund. Hè? Dus het is ook een soort van verbazing over het feit dat het ene het geval is en niet het andere. Hè? Dus kijk, verbazing of verwondering kan alleen optreden als er ook een alternatief is. Dat ben ik op zichzelf, ik weet niet wie dat zegt, maar als je dat zegt, ben ik het met je eens. Ja. Ja, dat is de vraag van waarom is er iets en niet veel eer niets? Ja, als het noodzakelijk zo moet zijn dat er iets is, ja, dan is het niets geen alternatief. Dus dan hoef je daar ook niet over te verbazen. Maar op het moment dat er dus inderdaad ook iets anders mogelijk was geweest, dan kan die verbazing wel optreden. Want dan ontstaat ook de vraag, waarom is het ene het geval en niet het andere het geval? Ja. Maar dus, zelfs als noodzakelijk zou zijn, dan kun je nog afvragen van oké, maar stel dat het niet noodzakelijk was geweest. Je kan altijd een alternatief verzinnen. Het is ook de vrijheid van de menselijke geest, denk ik, om wat gebeurt tegen een context van een alternatief te zetten. Ja, maar als iets noodzakelijk is, dan is er feitelijk geen alternatief. Ja. Dus dan is er ook geen... dan kan je je wel over verbazen, maar dan is dat een beetje een irreële verbazing, zou je kunnen zeggen. Okay. Maar goed, daar kan je natuurlijk over van mening verschillen, maar ik denk dat zo is. Ja. Want je zegt dat je in die eenzaamheid dan contact met het oorspronkelijke krijgt. Ja. En wat is dat oorspronkelijke? Nou ja, het oorspronkelijke, dat is wat ik daaronder versta, is gewoon niks anders dan... het oorspronkelijke is datgene wat niet uit iets anders te begrijpen is. Hè? Dus het oorspronkelijke is het niet afgeleide, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus, ik geef als voorbeeld inderdaad bijvoorbeeld de ruimte bijvoorbeeld. Hè? De ruimte noem ik het oorspronkelijke. Waarom? Of, althans, als een voorbeeld van het oorspronkelijke. Mm-hmm. Waarom zeg ik dat? Nou ja, omdat ik ruimte niet... Het feit dat er ruimte is, kan ik niet uit iets anders begrijpen. Ik kan niet begrijpen... Ja, ik kan niet begrijpen dat er ruimte ontstaat uit iets wat niet ruimtelijk is, bijvoorbeeld. Hè? Dus de ruimte is een soort gegeven, maar het is niet een gegeven wat ik uit iets anders kan afleiden. Dus in die zin is het oorspronkelijk. En in welke zin geldt het dan voor de eenzaamheid? Dat je ook niet... jezelf kan afleiden van iets anders? Bedoel je dat? Ja, niet de eenzaamheid, maar de individualiteit. Ja, oké. Okay. Dus de individualiteit kan ik, mijn individualiteit kan ik niet afleiden uit iets anders. Nee, want maar dat hangt dus samen met waar we het net over hadden. Dus het oorspronkelijke is datgene waar ik als het ware mee te maken heb, waar ik in leef, wat mij gegeven is. Maar wat ik dus niet kan begrijpen uit iets anders. Dat noem ik het oorspronkelijke. En mijn idee is dus dat, als je het hebt over die aardse mystiek, dat het een relatie onderhouden met dat oorspronkelijke, dat eigenlijk de aardse mystieke verhouding is. Dus, en ik denk dat het op zich helemaal niks bijzonders is, want dat geldt eigenlijk ook voor de christelijke mystiek. Alleen wordt daar het oorspronkelijke anders gedefinieerd. Hè? Dus je kan zeggen, in de christelijke mystiek is het zo dat het oorspronkelijke God is. Hè? Want God wordt ook niet ergens anders uit afgeleid. Hè? God is in zichzelf gegeven iets. Hè? Dus God is het oorspronkelijke inderdaad. En het universum is het afgeleide, afgeleid van God.
Dus de christelijke mystiek richt zich op het oorspronkelijke. En ik denk ook, dat geldt niet alleen voor de christelijke mystiek, maar het geldt ook bijvoorbeeld voor het boeddhisme. Bijvoorbeeld, hè. In het boeddhisme is het oorspronkelijke de sunyata, hè, de leegte. Dus het gaat in het boeddhisme dan ook om het in verhouding staan tot die leegte. Dat is het waar het in die boeddhistische mystiek om gaat. Dus ik denk dat, dat de aardse mystiek in die zin gewoon een algemene uitdrukking is van wat we onder het religieuze moeten verstaan, namelijk het een relatie zoeken met het oorspronkelijke, wat daar dan ook onder mogen worden verstaan. Ja, nou het woord oorspronkelijk betekent ook origineel, maar het woord oorsprong zit er ook in. Het is een begin van iets, een bron. Ja. En wat je vaak ziet in mystieke neigingen, zoals bij Plotinus, is dat het ene bijvoorbeeld de grote oorsprong is van alles. Ja, nou, dan zie je hetzelfde op omdat het gaat alles om de relatie met het ene. Ja, alles voort eruit vloeit. Maar is dat in dit geval dan ook zo? Is jouw individualiteit iets waar dingen uit voortvloeien? Of bedoel je dat jouw besef ervan ook een bron is? Ja, mijn individualiteit is... Nou ja, ik moet het goed zeggen, want het oorspronkelijke... Of een oorspronkelijke dimensie, daar versta ik dus onder. Datgene wat const. Ik geef er eigenlijk vier kenmerken van. Ja, dat wordt misschien wel technisch, maar ik geef er vier kenmerken van een oorspronkelijkheid. Ten eerste is het niet uit iets anders af te leiden. Ten tweede biedt het een bepaalde speelruimte. Dat wil zeggen, er kunnen zich binnen het oorspronkelijke verschillende manifestaties voordoen. Het derde is dat het constitutief is voor mijn ervaringswereld. Dat wil zeggen dat als het er niet zou zijn, mijn ervaringswereld radicaal anders zou zijn. En ik vergeet er nog eentje, maar die ben ik even kwijt. Maar dat laatste aspect, dus dat het constitutief is voor mijn ervaringswereld. Ja, bijvoorbeeld ruimte. Hè, is ruimte constitutief voor mijn ervaringswereld? Ja, lijkt me wel, want als er geen ruimte zou zijn, dan zou mijn ervaringswereld radicaal anders zijn. Is bewustzijn constitutief voor mijn ervaringswereld? Ja, want zonder bewustzijn zou er überhaupt geen ervaringswereld zijn. Enzovoort. Hè? Dus, ja. Dus, dat geldt voor heel veel dingen. Ook voor logica of humor of schoonheid. Ja, maar goed, ik zeg ook niet dat ik een limitatieve lijst geef van oorspronkelijke dimensies. Hè. Ik heb me inderdaad tot nu toe geconcentreerd op die drie, namelijk ruimte, tijd, bewustzijn. Maar je zou inderdaad kunnen veronderstellen dat er nog meer zijn. Maar bijvoorbeeld, het is in zekere zin... Maar goed, het moet dus aan een aantal eisen voldoen. Maar je kan dus zeggen, ja, inderdaad, schoonheid. Hè? Is schoonheid een oorspronkelijke dimensie? Nou ja, zou mijn ervaringswereld radicaal anders zijn zonder schoonheid? Nou ja, hij zou wel anders zijn in ieder geval. Hè? Maar je kan zeggen, ja, maar de wereld blijft de wereld. Hè? Dus... Ik zie alleen geen mooie dingen meer en ik hoor geen mooie muziek meer. Dus dat is wel anders natuurlijk. Misschien ook voor sommige esthetisch ingestelde types radicaal anders. Ja. Maar het is niet zo dat de totale wereld zou verdwijnen of iets dergelijks. Dat niet. Hè, dus misschien zou je kunnen veronderstellen dat schoonheid dan niet constitutief is voor mijn ervaringswereld. Maar goed, daar kan je over twisten natuurlijk. Hè. Dus het is in die zin ook een graduele kwestie wat ik constitutief noem. Hè. Je zou kunnen zeggen, ja, is een stoel constitutief voor mijn ervaringswereld? Nou ja, een wereld zonder stoelen zou wel anders zijn dan mijn wereld. Ja, maar het is te overleven. Het is te overleven, inderdaad. Dus ik zou zeggen, een stoel is niet constitutief voor mijn ervaringswereld. Ja. Maar goed, maar je zou inderdaad bij elk van die dingen, van elk van de mogelijkheden zou je moeten nagaan. Zou je dat moeten nagaan? Maar ik denk dat ruimte, tijd, bewustzijn in ieder geval duidelijke voorbeelden zijn van dingen die in dimensies die inderdaad constitutief zijn. Want een wereld zonder ruimte is echt radicaal anders. Totaal anders dan een wereld met ruimte. En je zou je zelfs kunnen afvragen of een wereld zonder ruimte überhaupt nog een wereld te noemen is. Dus. Ja. Maar dat oorspronkelijke, de associatie oproept van dingen die beginnen, of iets wat een ruimte schept waarin dingen kunnen plaatsvinden. Ja. En dat geldt dus ook voor de individualiteit, of van je bewustzijn in ieder geval. Ja, individueel bewustzijn, ja. En als je het heel consequent doortrekt, want jij bent een individu, maar elke dag is ook weer een nieuwe dag. En elke seconde is weer een nieuwe seconde. In die zin is elk moment en elk allerkleinste deel binnen de ruimte en tijd en bewustzijn is ook weer nieuw en oorspronkelijk. Ja, zeker. Zie je dat ook zo? Ja, goed, dan moet...
Dan moeten we het hebben over de tijd. Hè? Dan moet het begrip van de dimensie van de tijd. Hè? Ja, en zoals ik ook beschrijf, is de tijd, mijn zinziens, ook een oorspronkelijke dimensie. Dus, ja. Dus de tijd is zeker een heel belangrijk gegeven. Maar wat was je vraag eigenlijk? Nou, in de andere term, het voorval, daar, ik weet niet meer waar het staat, maar heb je het ergens over dat iets, dat je daar de instelling krijgt alsof dingen voor het eerst gebeuren? Dat je helemaal blanco, nou niet blanco, maar dat je aan het begin staat van het zijn, als het ware. Dus... Nou, niet zozeer het begin. Nou ja, in zekere zin, ja. Het voorval, ja kijk, het voorval is natuurlijk een... Ik werk dat uit aan de hand van dat citaat van Cioran, hè. Dus van dat hij over een laan loopt waar kastanjebomen langs staan, dat er dan een kastanje uit de boom valt en dat die plof waarmee die kastanje op de grond valt, dat een enorme, ja, enorme effect bij hem teweeg heeft, brengt in zijn ervaringswereld. Een mirakel. Een mirakel, ja. Ja, en hij interpreteert dat verder niet, waarom dat zo is, waarom hij dat ervaart. Maar goed, ik probeer die interpretatie daaraan te geven, hè, door te zeggen van, hij wordt als het ware, opeens openbaart zich het bestaan van de wereld aan hem, zou ik maar zeggen. Hè. Dus het samengaan van tijd, ruimte en zijn individualiteit op dat moment, op die plek. Dus inderdaad, het is een soort oorsprong. Een oorsprong in de zin van een oorsprong. Dat je bewust wordt van. Ja, van het van je bestaan, überhaupt. Hè? Dat het een emotionele ervaring van je bestaan is. Hè? Ja. Van het feit dat je bestaat. En dat meestal. Je zou zeggen, ja, dat is toch elke dag zo. Of op elk moment zo dat we bestaan, inderdaad. Maar meestal ervaren we het niet. Op een rare manier. En er zijn schaarse momenten in het leven, ik heb er zelf ook een aantal gehad, ik beschrijf er ook één of twee, waarin ik dat wel heb, waarin je dat wel hebt. En dat zijn ook momenten die denk ik heel erg belangrijk zijn, ook naderhand, die je ook blijft herinneren en die ook, dat geldt voor mij, dat die ook een soort van, een soort bakens zijn eigenlijk. Hè. Dus, Is er een verwantschap met een verlichtingservaring, denk je? Ik ben het in de Oosterse filosofie wel tegengekomen, maar dan vooral in het, volgens mij in het Zen-boeddhisme, bij de Satori. De Satori noemen ze dat in Japan. Ik denk dat het inderdaad een soort van Satori's zijn, korte momenten van eenheid. Maar goed, ik ben geen echte deskundige op het gebied van Zen-boeddhisme, dus dat weet ik niet zeker. Maar ik kan me voorstellen dat het zoiets is, ja. Een soort korte openbaring van het bestaan of zoiets. Dat ze het daar in Zen-boeddhisme ook over hebben, ja. Ja, en het zijn soms heel gewone gebeurtenissen, zoals een kastanje die valt. Ja, of dat jij je katten ontmoet bij het water in je tuin. Ja, precies, ja. Maar er staat ook bij dat het om het onverwachte gaat. Ja, het is niet iets wat je van tevoren kan plannen of wat je van tevoren kan verwachten. Het gebeurt of het gebeurt niet of zo. Hè. Dus, meestal gebeurt het niet. Hè. Dus, dus het is inderdaad onverwacht, ja. Het is nooit zo dat je het van tevoren ziet aankomen of iets dergelijks. Dus dat heb ik niet zo ervaren. Ja. Dan heb ik zelf ook wel dergelijke ervaringen gehad. En eentje op jonge leeftijd, dat ik een jaar of 16 was. En dat ik ineens de balk die boven mijn hoofd hing in mijn slaapkamer, dat ik me realiseerde dat hij er was. Ja. Dat was amper een gebeurtenis. Dat was echt alleen maar een besef van dat ding is er. Ja. En met alle implicatie van ik lig hier onder, ik ben er ook. Ja. En het was inhoudelijk totaal oninteressant. Ja. Er is vrijwel niets over te zeggen, inhoudelijk, niets over te beweren of dergelijks. Alleen dat moment dat ik het besef doordrong, dat was voor mij wel een gigantisch keerpunt in mijn leven. Kijk, ja.
Alleen, ik had het idee, van dit is heel bijzonder natuurlijk, maar tegelijkertijd is het ook het meest normale wat er is, want we zijn voortdurend aan het zijn. Ja, zeker. Ja. Dus ja, maar daar heb ik, ja, precies, maar ik noem het ook in dat hoofdstuk over het voorval, maak ik ook het onderscheid tussen het voorval met kleine letter en het voorval met hoofdletter. Mm-hmm. Maar die zijn identiek, hè? Dus het voorval met de hoofdletter is niet iets anders dan het voorval met de kleine letter, alleen het voorval met het hoofdletter heeft die betekenis en het voorval met de kleine letter niet. Ja, maar daarom ook mijn associatie met verlichting. Volgens mij, zoals ik het in het boeddhisme begrepen heb, is verlichting natuurlijk iets heel bijzonders. Je bent dan als het ware een soort heilige. Maar eigenlijk realiseer je alleen maar iets wat eigenlijk altijd al aanwezig is. Je komt in een staat die eigenlijk voortdurend al bekend is in jou. In christelijke termen, je hebt de goddelijke vonk in je. Eigenlijk ben je altijd al één met God. Ja. Alleen die realisatie vindt natuurlijk maar heel zelden plaats. Ja. Maar omdat eigenlijk altijd wel aanwezig is, potentieel, heb ik het idee dat je het in principe altijd zou kunnen meemaken. Ja. Dat je voortvallend door het leven zou kunnen rollen. Het woord in principe is belangrijk hier. Ja. Je zou het in principe altijd kunnen meemaken. Maar ja, goed, je zou misschien kunnen zeggen dat die hele... De hele meditatieve praktijk natuurlijk daarop gericht is om dat soort gebeurtenissen vaker te laten gebeuren of langer achter elkaar of dat zoiets. Ja. Dat kan je vermoeden. Maar je zei het eerst van het is er of het is er niet. Dat begrijp ik ook, het is heel belangrijk alles of niets gevoel. Maar tegelijkertijd is er ook een soort gradatie. Dat je het ene keer heviger meemaakt dan de andere keer. En ik denk dat op normale, op willekeurige momenten, dat je erover nadenkt, dat je ervoor zou kunnen kiezen van ik ga even zitten en ik ga even realiseren hoe gek het is dat ik er ben. Dat klinkt raar, want het is iets spontaans wat je dan afroept. Maar het is wel mogelijk, denk ik. Volgens mij is elke seconde een bron van deze ervaring. Ja, dat op zich wel. Op zich heb je daar gelijk in, ja, denk ik, ja. Zeker. We leven nu in een tijd van corona. Ja. Een bijzondere pandemie met allemaal nare effecten. Ja. En een van de dingen is dat mensen meer thuis zijn en ook meer digitaal communiceren. Ja. En ik had gelezen dat er een kunstenaar had ook een performance van gemaakt om, ik geloof 15 minuten lang, met een aantal deelnemers een videoconference call te houden waarin niet gezegd werd. Oké. Dat zouden we even kunnen doen. Nou, 15 minuten is lang, maar een paar seconden mag voor mij wel. Oké. Kijk of dit een voorval is. Dankjewel voor dit gemeenschappelijk zwijgen. En nu al afgelopen? Nou ja, we kunnen het ook een half uur volhouden. Het kan een klein voorval zijn. Maar er gebeurt wel iets raars. Omdat je als sociaal, in het normale sociale gedrag, en dan krijg je ook nog een soort een gevoel van eenzaamheid. In de zin van dat je in een onnatuurlijke positie terechtkomt. Normaal gesproken, als je met elkaar praat, dan ga je op in elkaar in het gesprek. Maar zodra dit echt stokt, en zelfs al doe je het expres, merk ik nu weer, dan is er een soort verlegenheid en een soort spanning van dit is raar. Dit kan heel lang duren, maar eigenlijk kan het ook elke seconde moeilijk misschien wel afkappen, want dit is te gek. Zo ga je niet met elkaar om. Mm-hmm. Herken je wat ik zeg? Natuurlijk zijn er, maar er zijn heel veel verschillende soorten stiltes in gesprekken. Hè? Dus je kan als het ware, je kan een stilte hebben als je bijvoorbeeld boos op elkaar bent. Je kan een stilte hebben waarin je juist heel relaxed met elkaar bent. Je kan een stilte hebben waarin het helemaal geen probleem is dat je stil bent. En er kunnen inderdaad ook stiltes zijn die pijnlijk zijn. Hè? Dus het zijn allerlei verschillende soorten van stiltes. Maar ja, de stiltes van het sociale verkeer, waarin je dus inderdaad in een groep mensen aan het praten bent, als er dan opeens een stilte valt, dan is het meestal pijnlijk inderdaad. Want dan lijkt het alsof je elkaar niks meer te vertellen hebt of zo, wat dan heel erg gevonden wordt.
Of heel subtiel, alleen maar een beetje awkward. Zoals als je in de lift staat en dan niet de tijd hebt om een gesprek te beginnen. En geen niet al te veel gelul wil uitbraken, maar ook niet echt niks wil zeggen, want het staat onbeleefd. Maar dan word je wel op jezelf teruggeworpen. Je bent dan twee individuen in plaats van dat je een groepsactiviteit aan het uitvoeren bent, lijkt het. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus ik denk dat we dan ook het zijn min of meer nadrukkelijk delen. Ja, dat inderdaad. Dat is wel een mooi voorbeeld inderdaad. Als je in de lift staat, ja, dan kan je ook je lichamelijke bestaan in dat ding. Wordt dan ook heel nadrukkelijk of zo. Ja, dat klopt. Ja, maar het is niet een. Ik zou het geen mystieke ervaring noemen direct, maar. Ja, wat is het wel? Dat weet ik niet zo gauw. Meestal is het een soort van. Schaamte misschien zelfs. Ongemakkelijkheid. Ja, maar wat er precies aan de orde is dan in zo'n ervaring, dat weet ik niet precies. Ik had ook toen ik een keertje met Cornelis Verhoeven, de filosoof, die ken je. Ja. Dat was mijn professor, daar was ik heel blij mee toen ik studeerde. Mm-hmm. En ik was toen ook heel veel met mystiek bezig, met het zijn. En ook vrij concreet dat ik... je kan het meditatie noemen, maar heel vaak gewoon als ik even ergens zat, dat ik gewoon lette op de dingen hoe ze uitzagen en dat ze er waren. Dat dat voldoende was. Mm-hmm. Maar ik heb het ook een keer meegemaakt met een gesprek met Verhoeven, dat ik erg zenuwachtig was. Het eerste gesprek denk ik dat ik met hem had. Het was een geleerde man van wie ik een boek gelezen had, die nogal hoog in aanzien stond. Mm-hmm. Dat ik heel verlegen was en naar het tafelblad staarde en me realiseerde dat het rechthoekig was. Ja. Yeah. En ik betrapte mezelf erop dat het een soort mystiek trucje was om uit mijn verlegenheid, of om die verlegenheid goed te praten. Goed te praten? Ja. Ik had blijkbaar het gevoel dat het niet hoorde. Mm-hmm. Maar ja, verlegenheid is niet iets waar je heel stoer mee voor de dag komt. Maar ik probeer te beseffen van oké, die rechthoekige tafel voor me, die is er. Misschien ook een soort vastklampen. Aan iets wat ik, wat ik heel goed ken, namelijk het zijn, wat we allemaal in zekere zin goed kennen. Ja. Maar dit is misschien meer psychologisch interessant dan metafysisch. Ja, maar wat wil je daar precies mee zeggen, met het feit dat je eraan vastkomt? Geen idee. Dat het zijn zich dan openbaart ofzo? Ja, maar ook vanuit een soort moedwil. Alsof ik expres het zijn, de kracht van het zijn opriep om mezelf staande te houden. Ja, nou dat begrijp ik wel, ja. Dat begrijp ik wel. Ja, want je kan inderdaad, dat is een soort basis of zoiets, hè. Dus een soort basis van de wereld, die wereld die er is. En ja, al die dingen die dan tussen jou en meneer Verhoeven spelen, ja, dat vindt dan plaats in dat, op die basis of in die basis. Ja, dus dan, daar kan me wel iets bij voorstellen, ja. Een soort houvast, ja. Ja, de andere dingen worden dan een beetje futiel vergeleken met de gigantische overweldigende aanwezigheid van... Dan is het ook maar gewoon een gesprekje of zo. Hè? Dus, ja. Ja, ik kan me wel iets meer voorstellen, ja, zeker. In de derde term is de innigheid. Ja, de innigheid. En wat vindt er plaats? Ik ben vergeten waar het over ging, maar je hebt het vaak genoemd. Dus zodra je erover begint, zal ik het waarschijnlijk wel herkennen. Nou, innigheid bedoel ik eigenlijk, dat is een woord wat ik eigenlijk gebruik om... De menselijke verhouding tot de wereld te kenschetsen. Want je kan zeggen, oké, de mens, of elk mens verhoudt zich tot de wereld. Hè? Maar hij valt niet samen met de wereld. In de zin van, als ik met jou praat, dan verhoud ik mij tot jou. Maar ik ben niet jou. Hè? Als ik een ding pak, dan verhoud ik mij tot dat ding. Maar ik ben niet dat ding. Dus er is weliswaar een relatie tot de wereld en de dingen en de mensen enzovoort. Maar ik val er niet mee samen. Dus het is niet er is dus niet sprake van een soort absolute gescheidenheid. Hè? Dus niet een totale isolatie, want ja, ik heb een verhouding ermee. Maar er is ook geen samenvallen mee. Dus het is ook niet het is geen absolute gescheidenheid en het is ook geen absolute eenheid. Dus het zit er blijkbaar ergens tussenin. Hè? Dus, dat er tussenin zitten, daarvoor gebruik ik het woord innigheid. Zonder daarmee te zeggen dat dat woord ook een soort definitieve vastgestelde betekenis heeft. Ik zeg alleen,
onze verhoudingen tot de dingen en de anderen wordt gekenmerkt door innigheid, maar die innigheid die kan er ook nog verschillende aard hebben. Dus ik kan inderdaad, ik kan mij heel erg met iemand of met iets verbonden voelen en minder erg met iemand of iets verbonden voelen. En ik denk ook dat een dynamiek in zich heeft. Dat wil zeggen dat er dus dat ik me juist heel erg geïsoleerd kan voelen, bijvoorbeeld. Hè? Vervreemd kan voelen ten opzichte van de wereld. Ja, maar die wereld is er nog steeds. Het is niet zo dat ik dan geen relatie heb tot de wereld in die vervreemding. Dus er is nog steeds een relatie. Alleen de vervreemding heeft dan een soort overhand genomen. En ik kan juist het tegenovergestelde is juist dat ik me heel erg verbonden kan voelen met de wereld. En dan ga ik er dus in op, zou ik maar zeggen. Dus dat zijn als het ware een soort. Dat is ook weer een speelruimte. Hè? Een speelruimte van vervreemding en opgaan in of verbonden voelen met. Ja, en dit is ook verwant aan het in zijn bij Heidegger, denk ik. Ja, inderdaad, dat is daaraan verwant. Alleen heeft hij het niet zozeer over een gradatie van eenheid. Ik heb het meer van Hölderlin eigenlijk. Want Hölderlin gebruikt het in bepaalde gedichten en ook in bepaalde teksten heeft hij het over die twee polen van de verbondenheid, zou ik maar zeggen. Ik gebruik in het boek heb ik ook een voorbeeld van een gedicht van Hölderlin wat daarover gaat, mijn zinziens. Namelijk de helft des levens. Hè? Dus, waarbij die in de eerste strofe heel erg de verbondenheid van alles met elkaar beschrijft en in de tweede strofe juist scheiding en isolatie. Maar ik denk dus dat elk menselijk bestaan, we begonnen met die ervaringen, dat als het ware dus een soort, ja, dat de dynamiek van de innigheid is, om het zo maar te zeggen. Ons leven krijgt ook vorm door de dynamiek van de innigheid, zou ik zeggen. Een soort paradoxale toestand of een spanningsvolle toestand tussen volledig samenvallen en volledig gescheiden. Ja, ik denk dat we ons leven vormgeven aan de hand van de mate waarin we met personen of met dingen of met omstandigheden innig of verbonden of juist vervreemd zijn. Dus dat het als het ware een formerend principe voor onze levensloop is, als het ware. Ja. En daarom ook belangrijk, denk ik, is de innigheid ook belangrijk als een soort grondbegrip van voor het begrijpen van de mens en zijn relatie tot de wereld. Ja, maar die innigheid die is voortdurend aanwezig, denk ik. Ja, het is gewoon een kenmerk van de mens, zou ik zeggen. Of de menselijke verhouding tot de wereld. Hè. Dus inderdaad, het in zijn. De mens is in de wereld. Maar dat in de wereld zijn, dat wordt dus gekenmerkt door die innigheid en de dynamiek daarvan. Ja. Oké, ik hoor in deze drie termen niet iets van een ethiek die in het eerste helft van het boek wel een belangrijke rol speelt. Nee, dat klopt. Dat is ook zo. Dat tweede deel van het boek gaat eigenlijk ook niet over ethiek. Hè. Dus, dus je zou kunnen zeggen, de ethiek moet nog. De ethiek van de aardse mystiek moet eigenlijk nog geformuleerd worden, althans op papier dan. Ik heb er wel bepaalde ideeën bij, maar die heb ik nog niet echt opgeschreven. Maar dus het boek is in die zin onvolledig. Daar is nog veel meer over te zeggen. Maar goed, ik behandel dus inderdaad in het eerste deel van het boek handel ik wel dus inderdaad de ethiek van Aristoteles bijvoorbeeld. En van ook het conflict tussen Nietzsche en Kant. Hè, wat ik op zichzelf ook een vruchtbaar conflict vind. Want ik denk dat het conflict ook iets zegt over de mens. He, dus de mens, dus Nietzsche beschrijft de mens heel erg als een wezen wat zichzelf wil ontplooien. He, wat als het ware zijn krachten en zijn vermogens en zijn wil en die wil als het ware het leven ten volle leven. En Kant legt veel meer de nadruk op de restricties die daar aangesteld moeten worden. He, dus de tegenstelling tussen neiging en plicht. He. Dus je zou kunnen zeggen, Kant zegt, onze neigingen moeten als het ware altijd aan de leiband van de plicht gelegd worden. Dat is natuurlijk iets waar Nietzsche tegen fulmineert. Hè? Maar ik denk dat Nietzsche daarin eigenlijk te ver gaat, maar hij maakt wel een bepaalde positie duidelijk.
En Kant gaat ook eigenlijk in zekere zin weer te ver aan de andere kant op. Dus ik denk wat, daar is, ook... wat is dan de waarde van Nietzsche in dit geval? Nou, bij Nietzsche ligt natuurlijk heel erg de nadruk op de gedachte van de zelfontplooiing. Hè? Dus het gaat erom dat je het leven ten volle leeft. Dat je dus, en dat betekent voor hem dat de krachten en de verlangens en de lusten die waar jij naar verlangt en waar jij naar wil streven, dat je die als het ware heel serieus moet nemen op een bepaalde manier. Dat je die als het ware de ruimte moet geven. Dus dat je de innerlijke drijfveren die je hebt, dat je die als het ware zoveel mogelijk de ruimte moet geven. En dat heeft natuurlijk te maken met zijn opvatting van het leven, namelijk dat het leven inderdaad wil is. En dat het ook streeft naar iets. Het streeft naar ontplooiing, naar expansie, naar dat soort dingen. En pas daarin komt het leven, zegt Nietzsche, tot zijn volle recht. Hè. Dus het komt niet tot zijn volle recht als je je voortdurend aan de leiband van de moraal en de normen laat leiden. Hè. Want dan word je innerlijk juist beknot en... Dan zit je in een soort gevangenis, innerlijk. En wat is dan de waarde van Kant, die blijkbaar het tegenovergestelde... Ja, Kant zegt in zekere zin het tegenovergestelde. Hoewel hij natuurlijk niet, Kant ontkent natuurlijk niet dat die driften er zijn, maar die zegt alleen, ja, maar die drift mag alleen maar uitgeleefd worden als die in overeenstemming is, of in ieder geval niet in tegenspraak is met de categorisch imperatief. Hè. Dus, en de categorisch imperatief, dat is dus de redelijke morele wet. Dus je mag iets pas doen als je kan willen dat iedereen het zou doen, zal ik maar zeggen. Dus dat stelt natuurlijk hele grote restricties aan jouw handelen. Ja. En die restricties, daar is Nietzsche dus tegen. Maar je zou kunnen zeggen, dat is het spanningsveld. Kant en Nietzsche's opvatting daarover is als het ware het spanningsveld waarin het menselijk leven zich ook beweegt. En ik zou zeggen, dat is ook een belangrijk spanningsveld in die zin dat je dus, als het gaat over het leven, voor levensfilosofie, dat je dat spanningsveld moet analyseren. Van hoe zit het precies in elkaar? Hoe moet je daarmee omgaan überhaupt? Ja. En je schrijft ergens dat Nietzsche zijn eigen categorisch imperatief heeft. Namelijk in de zin van, je zou je leven moeten leven alsof het altijd terugkomt. Hè? Dat is het, ja, je moet je leven leven zodanig dat je het oneindig vaak zou willen herhalen. Hè? Dus als ik jou zou vragen van, nou, kijk eens naar je leven zoals het nu tot nu toe gelopen is. Zou je dat leven, dat specifieke leven wat je tot nu toe hebt geleid, zou je dat nog eindeloos opnieuw willen leven? Ja, dat is een beetje laat, hè, om het nu achteraf te vragen. Ik kan er niks meer aan doen. Nou ja, je bent nog niet dood. Dus je kan nee, maar voor de komende ogenblikken gaat het wel. Maar de afgelopen 54 jaar die kan ik moeilijk anders maken. Nee, maar de eerste... Ja, oké, dat is op zich waar. Maar je kan natuurlijk wel vragen van... Stel nou dat jou... Dat, zo beschrijft Nietzsche het ook. Hè, stel nou dat er een demon naar je toe komt en die zegt van... Ja, dat leven wat je nu leidt... Of wat je tot nu toe hebt geleefd... Dat moet je nog eindeloos vaak opnieuw leven. Ja. Zou je die demon dan vervloeken of zou je hem juist... omhelzen? Zou je zeggen van... Wat fantastisch dat zo is. Of zou je zeggen... Nou, dat hoeft van mij niet. Dat is de vraag. En Nietzsche heeft een voorkeur voor een van die posities. Natuurlijk. Ja. Nietzsche zegt, ja, dat is dus het categorisch imperatief. Dus je kan het inderdaad opvatten als een soort feitelijkheid, die eeuwige terugkeer. Het is inderdaad zo dat het feitelijk eindeloos vaak terugkeert. Maar je kan het inderdaad ook opvatten als een categorisch imperatief. Leef je leven zo dat je het eindeloos zou willen herhalen. Ja. Dat is natuurlijk... Maar dat is natuurlijk een heel andere categorisch imperatief dan die van Kant. Uiteraard, ja. Maar het is een heel dik boek van zo'n 400 pagina's. Ja. Fijn. En dus er valt heel veel over te zeggen natuurlijk. Ook heel veel kleine dingen die me opvielen. Eén redelijk klein ding vond ik leuk, mooi om te lezen over de Stoïcijnen. Dat ze zeiden niet, als je aan het pijn- en boogschieten bent, dan is niet de roos het doel. Maar de manier waarop je omgaat met je omstandigheden, dat is het enige doel waar je eigenlijk mee te maken hebt. Het doel is niet het raken van de roos, maar het doel is het je zoveel mogelijk je best doen het doel te raken. Ja. Hè, dus
Ja, wat, dat vind ik, vond ik trouwens ook interessant van de Stoïcijnen. Want die eigenlijk, wat de Stoïcijnen leren, is eigenlijk een hele praktische levensleer. In de zin dat ze zeggen van ja, elk mens is in de kosmos geplaatst, maar in een heel klein stukje van die kosmos, in een bepaald plekje. Ieder mens heeft zijn plekje binnen die kosmos. Ja, en dat hele grote ding van die kosmos, dat voltrekt zich gewoon volgens wetten, volgens een soort noodzakelijke wetten, volgens wetten waar jij misschien niks van weet, of waar je in ieder geval niks aan kan veranderen. Dus ja, dat is gewoon het universele lot, zoals ze dat noemen. Het universele lot van de kosmos in al zijn finesses. Maar ja, jij als onderdeel van die kosmos hebt een individueel lot. Dat wil zeggen, jij bent in bepaalde omstandigheden geplaatst. En die omstandigheden, daar heb je over het algemeen ook geen invloed op. Je hebt alleen, het enige waar je invloed op hebt, zijn jouw individuele handelingen op dit moment. Dus je hebt zelfs geen invloed op wat je in het verleden hebt gedaan, want dat is al gebeurd. Je hebt ook geen invloed op wat je ooit zal doen, want ja, dat is er nog niet. Het enige waar je invloed op hebt, is de handeling die je doet of kan doen op dit moment. Dat is het enige waar je invloed op hebt. Ja. En ze zeggen dan ook, ja, dus het is ook verstandig om je daar alleen op te richten. En ook de morele waarde van jouw bestaan is ook alleen maar geconcentreerd in die handeling op dit moment. Onafhankelijk van alle omstandigheden. En ze zeggen dus ook, ja, je gemoedsrust, en dat is natuurlijk het uiteindelijke levensdoel van de Stoïcijnen. De gemoedsrust bereik je door je niet druk te maken over dingen waar je echt niks aan kan veranderen. Want ja, die zijn gegeven. En het enige waar jij iets aan kan doen is op dit moment de handeling te verrichten die je verricht of die je wil verrichten. En dat, daar ligt ook de morele waarde als het ware. Hè? En in feite zeggen het zo zijn, het leven bestaat eigenlijk uit twee dingen. Of twee belangrijke dingen. Dat is ten eerste dus inderdaad, dat zou ik meer de mystieke of religieuze kant van het stoïcisme noemen. Dus de gedachte dat er een soort eenheidservaring is met de kosmos als geheel. Namelijk de gedachte dat jij een onderdeel bent van dat geheel. En dat je daar een soort contact mee voelt. Dat is punt 1. En punt 2 is dan de morele handeling. Dat wil zeggen het feit dat je op dit moment moreel, op dit moment in het heden, in deze omstandigheden waarin je nu bent, een morele handeling kan verrichten of niet. En als je die twee in het oog houdt, dan leef je je leven goed. Daar komt het eigenlijk op neer. Dan heb je jezelf niks te verwijten en dan heb je ook het leven geleid zoals het geleid zou moeten worden. Dan heb je je bestemming gevonden, als het ware. En dat geeft misschien ook praktische handvaten voor situaties zoals nu met corona. Ja. Elke praktische situatie. Zeker, elke praktische situatie, maar ook deze praktische situatie inderdaad. Dus het gaat in de coronasituatie. Ja, dat je kan je als het ware, en dat gebeurt denk ik iedereen, althans mij is het wel gebeurd, zeker in het begin van die coronatoestand, dat je toch een soort angst voelt. Van ja, Jezus, wat gebeurt er? En wat gaat dit voor ellende opleveren? En weet ik het allemaal. Dat is allemaal heel logisch natuurlijk en heel menselijk. Maar dat je toch denkt van ja, maar goed, ik kan er niks aan veranderen. Dus ik moet proberen om alleen datgene waar ik iets kan veranderen met de mensen waar ik direct mee te maken heb, daar kan ik mij toe verhouden. En ja, de rest, dat is het lot. Hè? Dat is het lot. En dat lot, dat moet ik als het ware accepteren in de zin dat het er is. Dragen. Dat moet je dragen of dat moet je uithouden, als het ware. Ja. Ja. Ja, er valt natuurlijk oneindig voor te praten. Ik denk dat we naar afronding gaan. Ja. Heidegger is niet echt genoemd. En nu, nu je over de mystiek van de Stoïcijn hebt, het begrip van het nu, het onmiddellijke, zeg maar, het leven binnen deze paar seconden, ja. Dat kom ik eigenlijk, daar heb ik een beetje rare haat-liefde verhouding met Heidegger mee, want Heidegger is voor mij ook verbonden aan mystiek, in de zin dat je het zijn van binnenuit ervaart en probeert te doorgronden. En ik associeer dat heel veel met het nu, juist in het nu zijn. Alleen Heidegger heeft het daar expliciet gezien heel weinig over, volgens mij. In zijn tijd bijvoorbeeld. Ja, nou kijk, ik denk, maar ik begrijp Heidegger's punt. Kijk, het probleem met Heidegger, ik denk wat Heidegger probeert te doen, is hij zegt, ja, zijn und Zeit, hè, dus ons menselijk zijn is in de tijd, of is tijdelijk, hè, beter gezegd. Het is niet zozeer in de tijd, maar het is tijdelijk. Ons zijn is nauw verbonden met de tijd. En wat bedoelt hij dan met de tijd? Daar bedoelt hij mee het staan in verleden, heden, toekomst. Hè? Wij staan in het heden, maar in het heden hebben we tegelijk ook een relatie tot het toekomstige en tot het verleden.
Dus wij kunnen als het ware niet het verleden en de toekomst wegsnijden. Die zijn er gewoon. Hè. Dat maakt onze tijdelijkheid uit. Sterker nog, zonder verleden, heden, toekomst zouden we überhaupt geen wereld ervaren. Hè. Want als we alleen maar in het heden of in het nu zouden zitten, dan zou de wereld als het ware een soort volledig gefragmenteerd worden in losse momenten die geen relatie tot elkaar hebben. Dat heeft hij natuurlijk geleerd van Husserl, maar dat even terzijde. Maar dus we kunnen pas überhaupt een relatie aangaan tot de wereld en tot onszelf en tot onze medemens, omdat we in een extatische, noemt hij dat, hè, een extatische eenheid van verleden, heden en toekomst staan. Hè, dus in het heden verhouden we ons tot het verleden en tot het heden en tot het toekomstige. Dus het heden is natuurlijk wel belangrijk in de zin dat we daar op elk moment in staan, maar de tijdelijkheid van de mens is niet alleen maar het heden, is ook het verleden en de toekomst. Ja. Dus je kan ze niet van elkaar loskoppelen ook of zo. Hè? En ja. Ik denk dat dat ook dat lijkt mij ook een belangrijk inzicht. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, de ideologie van het in het nu zijn, die natuurlijk de laatste jaren veel hoort in spirituele kringen, die heeft natuurlijk altijd iets simplistisch wat mij betreft, omdat je inderdaad natuurlijk ook het verleden en de toekomst, dat je daar ook mee te maken hebt. Die hebben jou gevormd en die maken je tot wat je bent enzovoort. Hè? Dus verleden en de toekomst mogen niet vergeten worden, laat ik het zo zeggen. Nee, zeker niet. En kunnen ook überhaupt niet vergeten worden, want vergeten is überhaupt al een notie die alleen kan bestaan als er verleden is. Maar goed, dat even terzijde. Ja. Nou, dankjewel Arnold voor al deze ontboezemingen. Ja. En wie weet, tot een volgende keer. Ja, oké. Graag. Het was mij een genoegen.